President Desiree Bouterse heeft gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée de uitspraken van de fractieleider van de NDP, André Misikaba, geprezen. Volgens het staatshoofd heeft Misikaba met veel durf een brandende kwestie aangekaart, namelijk het fenomeen corruptie. De fractieleider heeft een onheilspellend beeld geschetst van de verwevenheid van grote delen van de bevolking in corruptieve praktijken. Uw geachte Misikaba is zowel in uw geacht college als daarbuiten in de samenleving niet de eerste de beste. En wanneer dit geachte lid zo'n ernstig probleem dat ons allen raakt op zo'n onpartijdige wijze zonder aanzien des persoons blootlegt, dan schudt de samenleving met al haar waarden van eerlijkheid, recht en rechtvaardigheid in al haar geledingen op haar grondvesten. Als regering kunnen we niet slechts onze wenkbrauwen fronsen bij deze ernstige en bijna alles overheersende diagnose van het lid Misikaba, waarbij vrij vertaald een hardnekkige virus vanuit het verre verleden zich blijft verspreiden in onze samenleving. Volgens het staatshoofd is nu de alarmklok geluid niet alleen voor de regering en het parlement, maar voor het hele volk. De regering concludeert dat Misikaba letterlijk en figuurlijk tegen heilige huisjes heeft geschopt. Zoals het gezegde luidt, CQ, schijnheiligen in onze samenlevingen worden ontmaskerd. Mevrouw de voorzitter, wat uw geachte lid Misikaba heeft blootgelegd, moeten we vanuit de wijde verbreiding daarvan karakteriseren als een maatschappelijk probleem. Een maatschappelijk probleem dient maatschappelijk aangepakt te worden. Zo ook het corruptieprobleem. Corruptie zal fundamenteel en integraal op alle geledingen en niveaus aangepakt moeten worden. Een veelheid van aspecten speelt bij het ontstaan en dus dienovereenkomstig ook bij de bestrijding hiervan een grotere of kleinere rol. President Bouterse gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de algemene politieke beschouwingen. Het staatshoofd verzekerde dat er op het stuk van corruptie aanvullende wetgeving zal worden gemaakt.